Yo gasten van Dus de Oude Games, welkom bij een gloednieuwe vlog. Vorige keer had ik irritaties, daarvoor had ik irritatie en ik heb vandaag weer een gloednieuwe irritatie voor jullie. Want ik ben boos! Deze keer ga ik zeuren over treinirritaties. Ik heb een aantal punten voor jullie waar ik super erg aan irriteer. Waaronder je zit in een stiltecoupé en toch zijn er luidruchtige kinderen die gaan schreeuwen. Tuurlijk, het blijven kinderen, maar het is fucking irritant en de ouders zitten van meh, laat ik maar niet naar de andere coupé gaan. Laat ik maar hier gaan zitten. Dat is fucking irritant. Je zit daar voor de stilte en niet voor dat. Wat ook een irritatie van me is, je zit dan ook in de trein en dan gaat iemand naast je zitten. En die gaat bellen met iemand anders dat je mee kan genieten. Nee, ik heb wel eens een keer gehad dat een vriend van een meisje vreemd ging. Dat ze moest huilen en zo. Was wel grappig. Maar het was wel irritant, want ze zat naast mij. Dit verhaaltje was nog best wel grappig. Maar er zitten soms mensen naast je die tegen je gaan praten. En denken zo van, dude, what the fuck, dit boeit niemand. Ga ergens anders zitten. Het boeit mij tenminste niet. Ga ergens anders zitten. Ga daar praten. Dat was punt 2. Punt 3. Maar mensen die twee stoelen innemen en waardoor jij waarschijnlijk moet gaan staan. Dat is ook heel erg irritant. Punt 4 is dat mensen niet hun tas gaan weghalen als je daar wilt zitten. Het gebeurt meestal ook in de bus. Je ziet dat er nergens plek is, maar één iemand heeft plek vrijgemaakt, maar die legt daar de tas neer. What the fuck? En een weigert ook nog weg te halen. Dan denk ik zo van, dude, je bent asociaal. Je denkt alleen jezelf, fuck you. Plus 1. Retweet. Sommige mensen zijn gewoon zo asociaal. Dat ze alleen maar aan zichzelf denken. Laatste punt, staan in de trein. Dat is kut. En verder heb ik niks op te vertellen. Dat is gewoon kut. Zeg ik mensen, bedankt voor het kijken. Het was even een snelle vlog. Het was meer dat ik niks had te vertellen. Ik wist niet waar ik over moest vertellen. Laat achter in de reacties waar ik de volgende keer over moet praten. Mag het vliegtuig irritant zijn? Mag andere irritaties zijn? Mag blabla alle irritaties zijn dat je wilt? Zeg bedankt voor het kijken mensen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op het gameportaal. Dus daar het game. Zeg ik bedankt dat ik hierover mocht zeiken. Leuk dat jullie naar mijn gezeik hebben gehoord. Zeg ik tot de volgende keer. Doei!